kwam naar Keulen met één missie. En dat was Mafia 3 bekijken, want dat is voor mij volledig nieuw. Logisch ook, dat is pas net aangekondigd. En ja, die game ging voor mij de Gamescom maken of breken. Ik kan nu met volle overtuiging zeggen dat Mafia 3 voor mij de Gamescom gemaakt heeft. Van man, wat is die game gruwelijk vet. You people speak of family like you know what that word means. Ik zeg niet vaker fucking vet of zo, dat soort dingen. Daar ben ik niet zo van, maar dat had als mijn gedachte wel naar de presentatie. Gewoon toepasselijk hierbij. Ja. Want dat heeft ten eerste een andere insteek. Heel interessant trouwens. Ja, want normaal ben je van de Italiaanse maffia en zo. Maar nu, ja, dat kennen we nu al, weet je wel. Dat heeft denk ik Hangar 13 volgens mij. Dat is een andere studio, ja. Want volgens mij was dat... Het is een nieuw studio, het is anderhalf jaar geleden begonnen of zo. Ja, want eerst zat 2K Czech, als ik het goed heb, achter de game. En dat was het eerste wat me een beetje verraste. Oké, andere studio. Maar die hebben ook gelijk dus een andere insteek. Ja. En dat is dat jij, je bent sowieso Lincoln Clay en die komt uit de Vietnamoorlog. Die heeft heel veel meegemaakt. Die is opgegroeid als wees. Heeft ook een hele moeilijke jeugd gehad. Ja. Werd overal buitengesloten. Ook ja. Het leger geloof ik. Inderdaad, en daarom zocht hij eigenlijk, dat is ook een beetje het verhaal. Hij zoekt eigenlijk mensen om zich heen, weet je wel. Want ja, hij heeft het moeilijk gehad en eigenlijk, en dat is zijn familie. Dus dat is een beetje die familia die er ook in zit. Dat is die mafiosi. Ja. Dus ja. Dat is wel herkenbaar. En maar het grappige is dat bijvoorbeeld Vito Scalone, die zien we weer terug. Scaletti. Scaletti. Die Vito Scaletti uit Mafia 2, die komt dus ook terug in Mafia ja. 3. En dat is natuurlijk tof, want het, voor zover ik weet is het verhaal niet echt verbonden met de eerdere delen. Het is gewoon echt een losstaand verhaal rondom die Lincoln Clay, die zich langzaamaan opwerkt naar de top. Sluit wat mensen op zich aan, want hij heeft nooit familie gehad en hij wil familie creëren. Dus hij trekt wat mensen om zich heen aan. En eigenlijk gaat hij daarmee, dus onder andere met die Vito Scaletti, met nog een meid en een ier, hoorde ik zo hier en daar tussendoor ergens. Hij bouwt een beetje een netwerk op. Ja, hij is een crew aan het bouwen. En daarmee gaat hij dus de huidige maffiastand in de stad New Orleans in 1968, daar begint het. Die gaat hij gewoon, dit hele imperium gaat hij naar de kloot helpen. Puur en alleen omdat hij zijn eigen criminele imperium naar de top wil werken. Ja, dat ook. En dan wil eigenlijk wraak nemen natuurlijk ook wat er op de gang, met de gang van hemzelf gebeurd is natuurlijk. Want die huidige maffia die verstoort eigenlijk een beetje zijn imperium. Ja, maffia is altijd om territorie en weet ik veel wat. Ja, en het draait ook echt om gebieden. En wat we dan in de presentatie zagen is dat hij eigenlijk naar een locatie gaat, naar een jazzclub. Dat is een soort van dekmantel voor een organisatie, een vijandige organisatie, daar gaat hij naartoe. Mafia, denk ik. Ja, en die kun je uiteindelijk overnemen en die kan je dan aan één van de drie die uit je netwerk zitten, kan je die geven. Ja. En dat zorgt er weer voor dat je een unieke reward krijgt. Dat kan zijn dat diegene sneller, ik noem maar wat op, sneller erbij komt of meer snipers op het dak kan zetten of zo, weet je, want je kan snipers kiezen en dat je, het was best wel uitgebreid ook. Laten we het even simpel houden. Waar het op neerkomt is, kijk, jij speelt dus gewoon die gast en jij hebt dus creëert een groep van mensen om je heen. Die kan je dus inzetten op een bepaald gebied of gebouw die je verovert. En dan krijg je inderdaad wat je zegt, die speciale reward voor. Maar als we even een ander dingetje. Want op een gegeven moment was een achtervolging. En je kan dus een van die gasten bellen via een telefooncel. En dan zeg je van, weet je, als je die meid dan belt, dan is het van, joh, luister. Ik zit de politie achter me aan, bribe ze, dus koop ze om. Oh ja, en dan gaan ze weg. Inderdaad. Maar je kan ook die Scaletti bellen. Dat stond ook bij Italian Muscle. Dus dan komt er een crew van die breed geschouwde mensen, net zo breed als ik. Die komen bijspringen. En zo zijn er allemaal van dat soort dingen die gewoon op zo'n situatie in kunnen haken. En dat maakt het ook veel dynamischer. Want het is niet meer zo'n... niet één personage die is naar de top werkt. Nee, je hebt mensen om zich heen. En die werken langzaam naar de top. En dat vind ik heel interessant. Ja, het is echt je eigen imperium opbouwen. En niet het imperium wat je al hebt. Je sluit je niet aan bij een mafioso en bij een gang. En je gaat daarvan uit verder. Je begint echt. En je zal ook niet al die vaardigheden gelijk vanaf het begin hebben. Dat moet je gewoon opbouwen. Ja. En, maar wat me ook wel opviel, het is wel natuurlijk af in New Orleans. Want volgens mij Mafia 2, dat was volgens mij nogal een soort fictieve stad of zo. Volgens mij wel. En nu hebben ze gewoon New Orleans. En dat vind ik sowieso wel tof. Want ja, die stad die ademt soul en muziek en zo. En, ik vind soul dan weer bakker. Maar weet je, de ziel van de stad, ik zag het wel een beetje terug en zo. En met name ook de muziek, want 1968, ze zeggen, de jazzy de oude rondes en
een beetje onze ouders zeggen zich altijd van, ja, jaren 70 is allemaal de beste muziek. Dan hebben ze toch wel, ja, vind ik ook een beetje een punt, maar ja, die muziek hoor je dan en het past er precies bij en die sfeer. Het is gewoon die klassieke Mafia 5. Oh, ja. En ook als we het over gameplay hebben, nog een laatste. Ja. Zou ik ook wel dingen zien die me opvielen. Het was echt dat je die soort finishing moves had, weet je wel. Dan pakt hij zo. Het is een shot. Ja, maar dan zit ik ook, dan zit die stealth, zit hij zo te doen zo. En dan komt hij bij zijn gast in zijn rug en doet hij. Ja, die plan, maar, kijk, één mes zou voldoende moeten zijn. Maar nee, blijf gewoon doorhakken met een fucking vleesmes waar je gewoon een olifant mee open kan snijden. Dat gaat nergens. Ja, maar je hoort die gasten ook echt zo. Ah, dan denk ik. Nou, lekker stil, maar. Dat zien we later wel. Het zijn details. Later wel hoe dat gaat worden. Maar ja, ook echt met het wapens dat je gewoon iemand zo'n schop kan geven en dan bam, zo van dichtbij kan schieten. Maar ja, er zijn er ook een beetje dingen. Doe me denken aan Red Dead Redemption, want dan had je dat ook die finishing moves zo van dichtbij. Weet je? Ja, dit is gewoon het grove geweld gecombineerd, weet je, gewoon met je wapens. Weet je. Je kan iemand gewoon pakken tegen een muur en rammen in zijn hoofd en pam, dat je die echt de achterkant van je kop eraf zo. Of van boef, een schop in zijn bek. Of een shotgun in zijn maag en dan boef schiet en dan vliegt hij naar achteren. Ja. En ja, weet je, het is het grove geweld, het is die sfeer, het is die vibe. En het is die mogelijkheid dat je niet in zo'n familie zit, maar juist tegen zo'n familie ingaat en je eigen crew opbouwt. Ja. Dat je alles proeft aan Mafia, dat het gewoon vet en dat het goed in elkaar zit en goed doordacht is. Ja, zeker. En qua gameplay heb je nog wat, weet je, het is wel herkenbaar. Koffers zoeken en zo en het knallen, dat werkt een beetje hetzelfde. De finishing moves waar we het over hadden, dat is dan weer nieuw. Ja, ik weet niet. Ja. Ik ben er gewoon echt enthousiast over. Ja. Nou, het is heel veel herkenbare gameplay, maar ze doen daar toch ook weer nieuwe dingen in. Plus die setting, weet je, en maakt daar nieuwe insteek. Maakt daar een mooi plaatje van en dat is Mafia 3. Ik ben echt onder indruk. Ik kan nu al niet meer wachten. Ja. Wauw. In God, I know.